Als Rusland niet stopt met de ontwikkeling van zijn Novator-raket, stapt de VS komende zomer uit het INF-kernwapenverdrag dat dateert uit 1987. Daarin beloofden de VS en de Sovjet-Unie geen nucleaire raketten meer te maken met een bereik tot 5500 kilometer. De Novator-raket zou de afspraken uit het verdrag schenden. De Russen zelf ontkennen dat, maar het Amerikaanse besluit wordt door zowel de NAVO als de Nederlandse regering gesteund. A treaty has no value if it's not respected, if it's not adhered to. Maar het opzeggen door Amerika van het INF-akkoord is een volstrekt gerechtvaardigde stap, gegeven het feit dat de Russen zich er niet aan houden. Het debat over kernwapens is terug. De VS maakt zich niet alleen zorgen om Rusland, maar ook om China. Er zijn 9 erkende kernwapenlanden. De VS en Rusland hebben verreweg de meeste kernwapens. Het baart de VS zorgen dat de Russische bondgenoot China op 4 staat. De Chinezen zijn niet aan het INF-verdrag gebonden. Het akkoord lijkt dus verouderd. Komt er een nieuwe wapenwetloop nu het akkoord van tafel verdwijnt? Amerika kan Europese landen, net als in de jaren 80, vragen of ze weer Amerikaanse raketten willen opstellen naar het oosten. Maar het is de vraag hoeveel landen daarvoor openstaan. Zeker na een dreigement van president Poetin. Европейские страны, которые согласятся с этим, если до этого дойдет, должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара. Это очевидная вещь. De Nederlandse Adviesraad Internationale Vraagstukken, de AIV, pleit voor nieuwe afspraken over kernwapenbeheersing. Afschrikken met atoomwapens blijft een levensverzekering en onvermijdelijke verdedigingstactiek in de huidige wereldorde. Dat zegt de AIV. Ook Nederland heeft hierin een plicht. F-16's moeten kernwapens kunnen dragen. Volgens de nucleaire NAVO-taak is het de bedoeling dat Nederland die opgave voortzet met de nieuwe F-35-toestellen. Maar daar is politieke discussie over. Nederland is lid van de NAVO en de NAVO heeft natuurlijk een taak het bondgenootschap te verdedigen. En maakt daarbij als bondgenootschap natuurlijk ook gebruik van het hele wapenarsenaal wat er is. Gegeven het feit dat de tegenstanders daar ook over beschikken. Een eenzijdige opzegging van de Nederlandse kernwapentaken zorgt voor instabiliteit binnen de NAVO, zegt de AIV. De bereidheid van de VS om garant te staan voor de Europese veiligheid zou daarmee ook in gevaar komen. Nederland is namelijk afhankelijk van de nucleaire paraplu die de Amerikanen ophouden.